Een hele goede avond, kijkers. Het is vandaag donderdag 27 april en het is weer tijd voor een spiksplinternieuwe aflevering van Switch hier op kanaal 4. Het programma is vol, helemaal vol. We hebben het over dans, over muziek, bigiaris, gezellige borrel en ook nog over gamen. Maar we hebben het eerst over die gezellige borrel. En daarvoor is mijn eerste gast. Hallo, welkom Hi. In de studio. Dankjewel. Marianne. Ja. Vertel eens, wat is er dit weekend allemaal te doen in Hosta Apartments? Oké, Hosta Apartementen, laten we eerst uitleggen wat Hosta Apartementen eigenlijk is. Hosta Apartementen is een hotel, een heel mooi hotel, midden in de stad, aan de Keizerstraat. En behalve dat we dus toeristen willen accommoderen en Surinamers, willen we Hosta ook ombouwen tot een uitgaansgelegenheid. Okay. Dus Hosta moet weer bekend worden bij de mensen. Ik heb een flyer ook van, meegenomen van Hosta. Dit is Hosta. Aan de Keizerstraat. Aan de Keizerstraat, ja. Ja. Ja, we hebben een indoor zwembad en we hebben een mooi dakterras. En die plekken van Hosta die willen we dus gebruiken als uitgaansgelegenheid. Ook voor mensen die gewoon een beetje willen uitgaan. En kinderen, jongeren, dat soort dingen. Dus we gaan activiteiten organiseren om dat allemaal te doen daar. Jullie hebben speciaal het long weekend van Brocco Monday genomen als eerste weekend om wat te doen. Wat hebben jullie precies dit weekend allemaal? Vrijdag aanstaande, yeah. 28 april, hebben we dus de Brocco Monday. Nee, start de weekend Brocco Monday borrel. Oké, dus het is ja. Het hele weekend, niet alleen vrijdag. Start de weekend. Okay. Nee, het is alleen vrijdag, maar het is start de weekend. Dus je komt bij ons na het werk, want we starten om 4 uur al. Yeah. Dus het is direct na het werk, je gaat nog niet naar huis. Je komt eerst naar Hosta, naar het dakterras, om je weekend gezellig in te luiden. Een bacana. Juist. Oké, wie is er allemaal welkom die avond of die middag eigenlijk? Je zegt na het werk, maar ja, misschien heb je kinderen. Hoe zit dat? Nou, het is speciaal voor de Brocco Monday. Okay. Dit event is speciaal voor de Brocco Monday. En we hebben een flyer gemaakt, zodat, om uit te beelden dat we iedereen bedoelen daarmee. Je hebt ook de galante mensen, dat is voor okay. Deze flyer. Zet hem maar even ook in beeld. Ja, ja. Hier. We hebben twee flyers. We hebben echt alle Brocco Monday's willen we zijn welkom. Ja. Ja. In Amerika noemen ze de blue color, de white colors. Dus iedereen is welkom. Je komt direct na het werk. Sommige mensen werken tot 4 uur. Dus daarom starten we om 4 uur. Anderen werken tot 5 uur. Die komen nog dan nog hoor. Lekker daar naartoe. Ja. Dat is om de cocktails aan te duiden. We gaan heerlijke cocktails hebben, lekkere biertjes. En iedereen die komt, is welkom. Ze moeten zich thuis voelen. En de eerste borrel, die is gratis. De eerste borrel is gratis. Maakt niet uit hoe laat ik kom. Hoe laat je ook komt, je krijgt een couponnetje. Die krijg je bij, wanneer je naar binnen komt. Je geeft hem af en je krijgt je eerste borrel gratis. Oké, okay, en zijn er nog meer activiteiten? Dus we gaan niet alleen maar drinken de hele avond, maar nee. Wat is er allemaal te en doen? En het gaat ook niet alleen om het drinken, want er is ook natuurlijk ook sap en soft. Oh, gesproken over sap, we introduceren de awara sap. Oké, okay. Surinaams product. Is een Surinaams product. En je hebt sommige mensen, ze houden erg veel van awara, maar ze willen dat gedoe niet met dat bijten en met mesjes en dergelijke. Dus dan hebben we de awara sap geïntroduceerd. Dus als je van awara houdt, kom naar Hosta vrijdag en dan probeer de awara sap uit. En als je van awara en alcohol houdt, is er ook een awara cocktail? Die hebben we dus nog niet gemaakt. Het zou kunnen, want onze bartender Gianni die is heel creatief. Ja. Dus het kan wel lukken. Dat zien we dan wel op de avond. Maar anyway, dus tijdens de Brocco Monday borrel hebben we ook onze DJ, onze house DJ Sancho. En die gaat interactief bezig zijn met alle gasten die daar komen. Er is een open mic, hij gaat met ze bezig zijn. Dus je moet je voelen alsof je lekker thuis bent met familie. Zo moet het voelen. En je komt dus met je collega's. En als je iets wil presenteren aan je collega's, je hebt een talent of wat, mag je dan dat mag ook dat doen. Ja. Oké, okay, en even terug naar Hosta Apartments. Vanaf wanneer zijn jullie er? Want is dit een van de eerste activiteiten die jullie zo houden voor het Surinaamse publiek? Nee, Hosta bestaat al ongeveer 7 jaar. Oké. Okay. 7 tot 8 jaren. En ze waren al bezig met activiteiten, maar die zijn een poosje gestopt. Ik ben er pas bijgekomen. En het idee van de directeur is om er weer mee te beginnen. Ja, om Hosta weer een beetje in de picture te brengen. En daar ben jij dan juist de persoon voor, want je kan lekker zelf de mic pakken. Ja, zie je. Ja. Dat ga ik waarschijnlijk misschien vrijdag ook doen, kom maar op. Maar we hebben al in de tussentijd hebben we al een paar projecten gedaan.
We hebben ook onder het projectnaam Hosta Gives Back, hebben ook kinderthuizen bedacht met lakens en baddoeken. Okay. Kinderthuizen, bejaardentehuizen, het Leger des Heils. Er zijn gezinnen geweest die het slachtoffer zijn geworden van een brand. Dus, we hebben die lakens en baddoeken hebben we gedoneerd aan hen. Oké. Okay. Ja. En tijdens Paas en de vakantie hebben we ook aan het Surinaams kind gedacht. We hadden een zwemknutselevenement en daarbij konden de kinderen zwemmen, knutselen, dus lekker ontspannen en educatief bezig zijn. En aan het eind hebben ze een snackbox gehad en een certificaat van deelname tegen een klein, een little bedragje. Mm-hmm. Dat is om tegemoet te komen. En dat is eigenlijk wat we door willen doen met Hosta, ja. Gives Back. Omdat we ook voor die Rokkemangborrel niet te hoge prijzen hebben, hebben gecalculeerd. Eigenlijk. Het is om die Rokkemangs een beetje tegemoet te komen. Alles is duur tegenwoordig. Klopt. Je kan niet meer echt gezellig uitgaan. Dus dat is wat wij hebben willen proberen te doen. Van dan kom naar Hosta, je krijgt een paar snacks gratis. Je krijgt een borreltje gratis. En de rest mag je gewoon kopen, maar het is niet te duur. Het is niet te duur. Dus je hebt het gehoord, aanstaande vrijdag begint het voor het Rokkemang Long Weekend. Yes. Ben je terecht bij Hosta Apartments vanaf 4 uur. Ga niet naar huis. Kom na het werk gelijk daar naartoe. En dan even lekker relaxen na een hele week lang gewerkt te hebben. Je mag even zelf de gasten uitnodigen, dat mag je daar in de camera doen. Oké. Mensen, dus je hebt het gehoord. Vrijdag aanstaande van 4 uur 's middags tot 7 uur 's avonds kom je lekker interactief bezig zijn met onze DJ Sancho. Lekkere muziek, heerlijke snacks, lekkere drankjes en cocktails van onze bartender Gianni. En we zijn van plan om dat vaker te doen, dus het ligt aan u, aan jullie, kom er naartoe. En aan jullie ligt het dus hoe vaak genoeg we dat gaan doen. Deze Rokkemangborrel in verband met 1 mei, ik zie je daar. Nou, dankjewel. En ga ook voor die awarasap. Die awarasap, die klinkt heel spannend. Je hebt het gehoord. We gaan even naar een kleine break. En zo meteen zijn we dan weer terug met onze volgende gast. Dankjewel, Marianne. Dankjewel. Oké. Okay. Nou, dan heb je naar de mooie videoclip van Rachel Panka kunnen kijken. Mijn volgende gasten, die zitten er al, Kimberly en Gerrit. We hebben het over gamen. Wat voor gamen? Ik denk dat jullie dat een beetje beter kunnen uitleggen. Want er is een Grid Gaming toernooi. Alvast welkom in de studio. Dankjewel. Kunnen jullie even uitleggen wat een Grid Gaming toernooi eigenlijk precies is? Nou, Grid Gaming Beta Tournament is georganiseerd door Grid Gaming Arena. Om gelijk toe te voegen, Telesur is onze hoofdsponsor. Okay. En Spamakanda is eigenlijk ook onze sponsor in de vorm van Teacher eigenlijk. Maar wat Grid Gaming Arena is, voordat we naar het tournament gaan, Grid Gaming Arena is een high-end gaming launch, kan je zeggen. Het bestaat uit 4 gedeelten. De salesafdeling, de game launch zelf, de café launch en de salesafdeling. De gaming launch zelf heeft een sci-fi-achtige ruimte en met gekoppeld daaraan high-end gaming hardware en technologie. Nou, wat ik bedoel met high-end gaming hardware is nou de scherm, de keyboard, de consoles van de nieuwste modellen en natuurlijk ook de computers die geschikt zijn om te gamen op high resolution, kan je zeggen. En de tournament, de plaats is Lalaroek, gebouw 2, de ballroom. En de entry is totaal free, dus iedereen kan naar daar gaan. Het is voor iedereen bestemd, jong, oud. Eigenlijk meer voor de jeugd, maar de jong kan natuurlijk gaan. Nou. De ouders kan ook mee. Er zijn nog een aantal ouderen die... Ja. Want de oudste participant dat we hebben is 35 jaar en de jongste is 13 jaar. Om nog heel even duidelijk te zijn, het gaat over gaming en dan echt gamen zoals Mortal Kombat en Call of Duty, ne? Heet het zo? Ik ben geen gamer, maar... Dingen die je dus met je remote control speelt, geen voetbal en al dat soort dingen, dan is het even duidelijk. Het gaat dus om een gaming toernooi. Ja. En een toernooi betekent dat je wedstrijd gaat tegen een andere speler. Elkaar, ja. Dat hebben we nog niet gehad in Suriname. Nou,
Nee. Dit is de eerste en de grootste toernooi die ooit is gehouden. Het is maar een beta-toernooi. Okay. We hosten 4 games, kan je zeggen. Mortal Kombat, FIFA, Call of Duty, Modern Warfare en League of Legends. Ik ken alleen Call of Duty en Mortal Kombat. Maar je zei het al, het wordt gehouden in de Lalaroek. Wanneer precies wordt het gehouden? De dag is 29 april, dat is zaterdag. Ja. Dat is overmorgen. En we starten tegen 9 uur en we eindigen tegen 8 uur in de avond. Tegen 9 uur 's ochtends? Ja. Oké, dat is een hele lange game dag. Ja, zijn er ook wat rustpauzes tussen? Nou, wanneer je begint te spelen heb je geen rustpauzes. Maar qua de opzet zelf, we zijn open vanaf 9 uur. Registraties kunnen alvast komen om zichzelf te registreren. Mm. Tegen 10 uur hebben we de speeches van de sponsoren. En dus de CEO, de mensen die representeren de sponsors. En daarna hebben we de in-depth review, eigenlijk kan je zeggen, een presentatie van wat Grid Gaming Arena eigenlijk is. Yes. Wat het inhoudt, wat we gaan doen in de komende 5 jaren. En begin 12 uur beginnen alle wedstrijden eigenlijk te spelen. Okay. Dit is onze, ik kan praten, dit is onze beta toen. Oh, ik zou het aan, oh. Dit is onze promo video die, die wordt gedraaid nu momenteel. Oké, ja, als het dus nog niet heel duidelijk was, kijk je dan nu naar het promofilmpje van de Grid Game Competition of toernooi. Ja, klopt, ja. En dat is dus aanstaande zaterdag vanaf 9 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Het wordt een hele lange dag. Gerrit houdt van gamen, dat is duidelijk. Ik wil even van Kimberly horen. Zijn er prijzen aan verbonden? Je zei al, iedereen mag meedoen, maar moet je speciaal ervaring hebben in het gamen? Want het is een wedstrijd, maar is er ook iets voor beginners, voor gevorderden? Hoe is dat precies? Nou, de inhoud van de dag, dat kan Gerrit echt het best uitleggen. Dus ik denk dat Gerrit gewoon echt op deze vraag, ik ben ook geen frequente gamer. Ja, ik vind Candy Crush spelen leuk, maar ik ben helaas nog niet op het niveau van zaterdag. Dus ik denk dat Gerrit die vraag best kan beantwoorden. Oké, dus het is wel, je moet wel wat ervaring hebben om te competen. Meeste van, of eigenlijk enkel participanten zijn gewoon mensen die gewoon mee willen doen voor de voor de fun willen meedoen. Tegen andere mensen willen spelen, kijken hoe ze tegen hun spelen, hoe ze, in welke status ze staan. Je zijn weer echt die pro-gamers, heb je die gamers die pas zijn begonnen en zo. Maar iedereen is wel. Ja, maar ze gaat om prijzen. Juist, dat zou ik net zeggen. Ja. Wat wint de winnaar? Nou, er zijn, zoals ik al eerder heb aangehaald, er zijn 4 games die gehost zullen worden. Voor Mortal Kombat en FIFA en Call of Duty staan op de eerste prijs 500, op de tweede prijs 350. US dollar, SRD. En op de laatste prijs is 100. Maar, op de laatste prijs 150. Okay. Maar als het gaat om League of Legends. League of Legends is een 5 versus 5 spel. Dus het is een 5 spelers in één team. Nee, okay. Ja, 5 spelers in één team. Dus in totaal heb je 10 samen. Ja. Maar het is eigenlijk een strategie game. Dus daarom is het 5 tegen 5. Dus ze gaan met elkaar communiceren in die game. En het zijn er 5 spelers, kan je niet 500 SRD aan zich geven. Dus voor League of Legends is er maar 1 winnaar, dat is 1000 SRD. 1000 SRD, dat ze dan onderling zelf zullen gaan verdelen. Oké, je hebt het gehoord, mensen. Deze zaterdag al vanaf 9 uur 's ochtends in het Lalaroek gebouw, gebouw 2. Jawel. Ja, gebouw 2. Ben je, als jij ook zo'n gamefreak bent, ja, ik zal het maar zo zeggen, ben je de hele tijd er gewend bent en geen blaren krijgt zoals ik, dan ben je dus komende zaterdag gewoon in het Lalaroek gebouw. Nou, hij wil nog iets zeggen. Nou, die dag is de start van onze crowdfunding. De bedoeling van de crowdfunding is om onze arena op te richten. De plaats waar gamers kunnen komen en zichzelf thuis kunnen voelen in een gamingruimte. En natuurlijk competitive bezig kunnen zijn, fun met elkaar hebben en weet je, elkaar gewoon uitdagen van kunnen we tegen elkaar, weet je, zulke dingen. Ja, en op die manier kunnen we misschien zelfs
ooit overstappen om onze eigen videogames te gaan creëren. Ja, klopt. Ja, dat is, ja. Want dat is de hele bedoeling achter deze dag. Okay. Is eigenlijk om de gaming community aan te wakkeren en los te krijgen voor de potentie binnen de gaming industrie. Want net zoals je zegt, we kunnen echt onze eigen games gaan verkopen. Daarop staat Mama Kanner dus achter dit event. Ja, en dus zoals ze al eerder zei, er gaat een game studio zijn voor developers. Dus mensen die goed in zijn in game developer, art, animation, wat allemaal in een game. Dus wanneer je ziet hoe ze kleding moeten aantrekken, is net als fashion, kan je zeggen, hoort er ook bij. Oké. Nou, dan is het duidelijk, komende zaterdag dus, als je talent hebt voor gamen, maar nog meer dan dat, ga alvast daar naartoe. Je weet maar nooit wat de komende 5 jaar allemaal kan gaan gebeuren. En dan hebben we zo onze eigen gaming arena. Je mag nog een laatste ding in de camera zeggen. Iets. En dan kan je daar in die camera doen. Voor die mensen die meedoen, ik wens jullie veel geluk. Voor de mensen die nog willen meedoen, I'm sorry, de cap is closed. We hebben 118 mensen die meedoen. En er zijn nog meer mensen die vragen, kunnen we meedoen? Dus voor hun, als iemand uitvalt, hebben ze geluk. Maar voor iedereen die meedoet, have fun. Voor de ouders die ook mee willen komen, kijk wat jullie kinderen kunnen doen, is iets waarvan ze houden. En nou, voor de rest, ik hoop jullie daar te zien, zaterdag 29 april. Okay. Dankjewel voor het komen. Dankjewel voor het komen. En dan zijn we weer even bij een kleine break. Zo meteen terug met de volgende gast. Nou, dan zijn we er weer. Onze volgende gasten die zijn deel van één van Surinames meest bekende houseband, zou ik moeten zeggen. En ze vieren dit jaar hun 25ste verjaardag. Nou, alvast gefeliciteerd moet ik zeggen. 25 jaar is niet niets. Welkom in de studio. Hoe gaat het met jullie? Dank je. Ik denk dat jullie ze allemaal kennen, maar je moet toch even je naam zeggen hoor, natuurlijk. Ik ben Ruben Silvin. Nou, ik ben Sharon. En John Clay. Nou, allemaal deel van Casimax Houseband. En voor de mensen die Casimax Houseband niet kennen, want die zullen er altijd tussen zijn, kun je even vertellen over wie jullie precies zijn en wat jullie de afgelopen 25 jaar allemaal hebben gedaan? Casimax Houseband is een all-around band. We spelen van alles. Kortom, we spelen 15 verschillende genres. Nu is het een beetje minder geworden. We hebben het gebracht tot 12. Weet je, we pakken en wat ze meer van houden. Mm-hmm. Dus, maar in het begin, prille begin was het 15. En de rest wordt zeker van Sharon en Klee. Ja. Nou, eigenlijk alle, nou, de muziek waarop er gedanst kan worden, dat is wat Casimax speelt. Het is een allround band, dus we spelen best wel van alles. Dus als Casimax er is, dan moeten we dansen. Dat is altijd zo. Jawel. Het is een feestje. En we spelen van alles. Als we bij Hindustanen zijn, is het Hindustanen, Javaan, Chinees, nou, noem maar op, Libanees. Voor ieder spelen we. En dit weekend hebben jullie volgens mij de eerste kick-off voor jullie viering. Hoe lang gaat dit feest door? Want wanneer is de eigenlijke verjaardag van Casimax? Dat is een 27 september, maar we starten al op een zondag 30 april, dat is in Fuanani. En dus het is een 25 jaar, dus dat kan je niet zo laten liggen. Dus je gaat echt feest vieren met het volk. Ja. Natuurlijk, de mensen die Casimax goed kennen vooral. Maar trouwens, heel Suriname kent Casimax, ook in Nederland, Amerika, noem maar op. Ja. En overal. Ja, want jullie zijn wel vaker naar het buitenland geweest om daar ook waar allemaal ongeveer? En, Nederland? Ja, Curaçao. Aruba? Sint Maarten. Oké. Nice. Ja. En waar is het feest? Het zei je al, Puanani, Kuul, dat is Kuul. Daar zijn we ook begonnen. Oké. Ja, het prille begin zijn we daar gewoon. Het was bijna elke zondag. Dan was het zaterdag Sanabudaya, Puanani was het zondag. Tamarillo, noem maar op, dan was het in een Torarica of in het park, noem maar op. Constant zijn we bezig geweest. En vandaar dat we het niet zo kunnen laten liggen, 25 jaar Casimax.
Wat is jullie... Ja, 25 jaar is inderdaad niet. Dan ben je al volwassen aan het worden. Wat is jullie ervaring geweest de afgelopen 25 jaar? Zijn jullie altijd hetzelfde team gebleven? Zijn er mensen gekomen, gegaan? Nou kijk, ik ben er niet alle 25 jaar bij geweest. Ik ben van die 25 6 jaar. Ja, we zijn 6 jaar. Dan. Ja, Klee en ik zijn 6 jaar in de groep. Je hebt mensen gehad die... Nou, de band heeft een beetje gewisseld wat de zangers betreft. En de muzikanten die zijn... Die zijn nog steeds dezelfde. Nou, vanaf 25 jaar niet, Ruben. Bokkie is wel... Ja, Bokkie, ja. Leven. Ja, Bokkie. Bokkie, Remy en ik, die zijn die drie die constant zijn gebleven. Maar je weet hoe het gaat. En muzikanten komen en gaan. Ja. En wat onze opzet was, we hebben vele muzikanten gemaakt. Vele van ze zitten in het buitenland. Je komt op school, je volgt je les. Je bent geslaagd. En dan ga je naar het buitenland. Zo hebben we Andrea Records gehad toen de tijd. We hebben Maruf Ahmad staan gehad. Ja, we hebben Dennis Subarat Misser, Clayton Perotti. En Heidi Jubitana. Noem maar op. Vele van ze zijn in Casimax geweest. Patty niet vergeten. Patricia van Daal. Ja, Patricia van Daal. Ja, Patricia van Daal ook. Dus er zijn veel. Ik heb ze zien komen en zien gaan. En ze maar zijn... we zien ze nog steeds. Dus ik zou net zeggen, voor het 25-jarig bestaan, gaan jullie wat doen met een paar van dus, die oude zangers die... Ja, wat de bedoeling was. We zouden samen wat gaan doen. Maar ze zijn anders zijn een... vaders geworden, moeders, begrijpt u wel, druk liever. Het leven is moeilijk gaan worden. Dus en we kijken nog wat we dan, misschien lukt het ons nog, maar we moeten gewoon een antwoord van hun krijgen. Ja man, ik, bij deze vraag ik jullie persoonlijk ook hoor, om, je hoeft niet elke dag, maar een keer ja, wel toch? Even voor de 25 jaar. Dus komen joinen. En nou, ik denk dat een paar van ze, want de meeste van ze zitten in het buitenland, ik denk dat een paar van ze de zaag toch gaat komen joinen en zo, weet je. Maar het is nodig. Oké, okay, en dan weer over zondag, want vanaf hoe laat ben ik daar bij de Q? Wel, het begint 7 uur. Ja. Als eerst hebben we dan een Jara Kepang, weet, van die culturele dans van die Japanen. Mm-hmm. Echte? Ja, echte. Dus ik kan gewoon met mijn rood blouseje komen. Eigen risico. Die, die Jara Kepang van die zijn gemoderniseerd. Oh, oké. Ja. Dus dat daar hebben we Jari Kepang om 7 uur. En om 10 uur begint de eerste band. Dat is Selection, de formatie Selection. Daarna hebben we Casimax om 12 uur. En de derde band is Irama Smeltkroes. Die gaan afsluiten. Om 12 uur 's avonds. Oh ja, maar maandag is een lekkere vrije dag. Dus inderdaad. Dan kunnen we lang doorgaan. Ja. Oké. Er is wel nog meer. We hebben ook een DJ. Om het gezellig te maken in de pauzes. Als de bandjes overnemen van elkaar. En we hebben ook een cocktailmaster daar. Dus voor de dames en de heren die graag cocktail lusten. En natuurlijk ook een washman voor degene die wat zout wil. Er is eten en drinken. Genoeg paar keer gelegenheid en security is aanwezig. Oké, okay, en vanaf iedereen mag aanwezig zijn? Ja. Ah, de toegang is... Dus dat zou ik net vragen. Moet je kaartje... Het is gratis. Gratis. Ja. Ja, okay. Niemand hoeft wat te betalen. Het is alleen maar, dus, je bent morgen vrij, je hebt niets te doen. Het is zondag. Kom de hele familie mee en ga gezellig dansen. Mee, vanaf 7 uur. Precies, Joelle. Dus bij deze ben je ook uitgenodigd. Ja. Nou, dan kom ik ook even de beentjes uitschudden. Je hebt het gehoord. Je hoeft geen kaart te hebben. Aanstaande zondag, dat is 30 april in... Puanani, heb ik het goed gezegd? Ja. Ja, dat is aan de Cultuurtuinlaan. Het kleine voetbalveld naast de Warung. Dus dat is makkelijk te vinden. Daar ben je aanstaande zondag voor de eerste viering, zal ik het zeggen. Ja. Van het 25-jarig bestaan van Casimax. En jullie mogen ze allemaal nog zelf even in die camera uitnodigen. Wij zien jullie sowieso. Ja, dames en heren. Kom, oma, opa's, baby en baby'tjes. Komen jullie allemaal zondag. Kul, er is nog heel wat verrassingen. Ik ga niets over zeggen, maar er zijn verrassingen, dames en heren. Dus zorg ervoor dat u daar bent. Vanaf 7 uur, zondag 30 april
1 mei, het is een vrijdag, arbeidersdag, Brokkomandee. Dus kom gezellig met ons dansen. Vanaf 7 uur mag je erbij zijn. We gaan door tot iets na 12 uur. Maar ja, twee bandjes erbij naast de KCMX House Band. Het zijn Selection en Irama Smeltkroes. Nog wat? Dat is het. Wat zien jullie daar? Ja, dus zondag 30 april. De volgende dag is een vrije dag, is Brokkomandee toch? Dus vandaar. Dat je 30 zondag, ja, een paar foto's van Sylvan, sowieso, ja, ga je kunnen ook, ik ga ook bijna voor een verrassing, maar ja, er is nog een verrassing die jullie niet weten, ik weet het alleen. Dus 30 april, Kuhl, vanaf 7 uur zijn we daar. Oké, super, dankjewel, je hebt het gehoord, jij bent er ook. En dan moet ik jullie heel hartelijk bedanken voor... Voor dit moment dat jullie hier zijn gekomen om dat bekend te maken. Ben je net pas aangeschakeld en heb je gemist waar we het allemaal over hebben gehad, dan kan je gerust kijken naar de herhaling komende zaterdag. Ja, dat was het. Ja. Oké. Nou, je hebt net op KCMX House Band hier gaat over een deel van KCMX House Band. Als je het gemist hebt, dan kan je ook op de Facebookpagina van KCMX House Band kijken. En daar staat alles over komende zondag op 7 uur. Wanani. Maar inmiddels is onze volgende gast, of onze volgende gasten, die zijn alweer bijgeschoven. En dat gaat om dansen en zingen. Ja, daar houden we allemaal van. Vooral wij, Sarana Mans. Maar sommige mensen hebben extra talent voor. En die zijn komende Welkom in de studio, guys. Dit is je rendel, van de X-Generation. 29 april, de X-Generation Talentenavond. Talentenavond, dat is een open podium. Heb je talent, kom zingen, kom dansen. En vanaf hoe laat? Maar wees je talent, hè? We hebben speciale attracties van flip dancers, first class, R2K, jongzijders. En als zangartiest hebben we Primaru Lot, Sephora Wilson, Jermo Pogba en nog veel meer. En dan geef je op bij mij 1891. Dat wil zeggen, kom je talent bij. We hebben ook Cyril en de Mall of Band. Cyril en de Mall of Band die achter X-Generation staat. Oké, jullie hebben al gezegd wie de orga is van deze van dit evenement. Maar wie is of wie zijn de X-Generation? Kom, check het. Awesome. Hey, what's up? I deal with one people from the X generation, but it's super wacky. And what check out jullie daar. Over de X generation. Well, the X generation bestaat al een jaar. Okay, en waarom hebben jullie ervoor gekozen om deze dag te organiseren? Oké, een zang- en danstalentenshow. Het gaat, het doel daarvan is, meestal horen we dat oudere mensen iets organiseren voor jongeren. Maar in deze case is het dat wij jongeren iets organiseren voor andere jongeren. En het gaat meer om de jongeren die, sommige mensen hebben, ze hebben talent toch, maar ze bewaren het, ze schuilen het. En dat is deze show. Je komt en je bewijst wat je hebt. Want je hebt bepaalde jongeren, ze weten niet ermee om te gaan. Ze zingen, ze hebben het echt in zich, maar ze gaan niet gewoon niet goed ermee om. En dat is de bedoeling van deze show. Je komt, je doet je ding, je wordt geregistreerd. We zoeken naar 50 man, 50 jongeren. 50? Ja, okay. En die gaan we dan met de komende jaar iets leuks doen. Jullie trainen dus het hele jaar door met de mensen die deze zaterdag geselecteerd worden. Ja. Oké, en dat is voor dans en zang. Ja. Leeftijd 5 tot en met 35 jaar. Dus ook al ben je al papa of mama, je mag gewoon... En niet alleen jongens, toch? Meisjes mogen ook. Meisjes okay. Dan mag je komende zaterdag om 5 uur bij Stibula Latour aanwezig zijn. Klopt. Is het een wedstrijd of is het gewoon je komt, je wijst wat je kan en jullie schrijven op of je goed genoeg begonnen bent voor de selectie? Ja, het is geen wedstrijd. Het is geen wedstrijd. Het is okay. Geen wedstrijd. Om duidelijk te zijn. Wat willen jullie precies met deze dag bereiken? Want je zei, we hebben elkaar eerder gesproken, je zei al,
Een heleboel mensen hebben in hun vrije tijd niets te doen. Of een heleboel jongeren gaan niet naar school. Ja. En die hebben dus eigenlijk niet zoveel te doen met hun tijd. Dus speciaal voor hun? Of is er extra, hebben jullie extra focus op hun gelegd? Dat jullie zeggen van, hey guys, als je niets te doen hebt, moet je komen. Ja, dat is het sowieso. Als je niets te doen hebt, moet je komen. Je moet jezelf gewoon uiten, om het zo te zeggen. Je talent is een key. Ja. Is eigenlijk een sleutel waarbij je gewoon lekker door het leven kan gaan. Met je talent kan je echt heel veel doen, echt heel veel. En vele mensen weten dat niet. En mogen er ook mensen komen kijken? Dus ik wil niet meedoen, maar ik wil wel heel graag zien wat voor zang- en danstalent. Is er ook plek gemaakt voor toeschouwers? Ja. En hoe heet jij? Ja, Rivano Snow. Rivano Snow, welkom ook in de studio, Rivano. Ja. Ben jij zelf ook een van de dansers? Ja, ik ben van de X-Generation. En welke stijl dan zou jij het meest? Alles, afro, flash mob, alles dan zo. Oké. Waar hebben jullie trouwens, behalve deze avond of middag, hebben jullie zelf ook een voorstelling? Gaan jullie die zaterdag zelf ook optreden? Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. We hebben de meeste mensen kennen onze mix, hè. Verwerkt met One People erin. Oké. Okay. Ja, het is echt een heel leuke mix. Iedereen wordt gek daarvan. En we hebben zelfs een deel 2. Een deel 2 van die we op die avond gaan presenteren. Deel 2 en een One People mix. Okay. Dus het is dansen en acteren. Oké. Okay. Dat doen wij. En met wie doen jullie dit samen? Het samenwerking met Stubula. Met van, Stubula? Ja, Stubula. Oké. Okay. Leeftijd heb je al gezegd. Je hebt ook al gezegd dat jullie hiermee bereiken. Nog één vraag. Je hebt gezegd dat jullie een jaar met de 50 geselecteerde mensen bezig gaan zijn. Ja. Wat gaan jullie in dat jaar allemaal doen? En waar kunnen wij als kijker eigenlijk zien wat jullie doen het hele jaar door? De bedoeling hiervan is dat we flashmobs overal gaan zetten. Dus we gaan flashmobs doen. En als die groep zo goed is en we zien van, hey, we kunnen echt heel veel hiermee bereiken. Dan gaan we zelfs naar het buitenland proberen te gaan met deze groep. Oké. Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Het is een supergoed initiatief. Ja. Jongeren die iets organiseren voor andere jongeren. En het heeft te maken met dansen en zingen. Nou, daar zijn wij als Ranamangs allemaal heel goed in. Ik laat jullie nog even zelf in de camera alle jongeren uitnodigen. Vooral degenen die niet naar school gaan. En dan dank ik jullie nog een keer voor het komen. Ja. Rivano, ga maar. Daar in de camera. Ja, ik nodig ieder uit. 29 zaterdag, 29. Richting Stubula. Nota Ozo. Nos dons doen. Kom, haar kom. Fans van ieder, van de X-Generation. Komen jullie gewoon. Het wordt de bom. Stubula, samenwerken met Stubula 50 jaar. De X-Generation. Bam. Zaterdag 29 april. Ik ga het zo zeggen, als je het mist, heb je de helft van je leven gemist. De mensen die de X-Generation kennen, weten wat we in elkaar zetten voor ze. En die dag wordt gewoon een geweldige dag. Het wordt gewoon geweldig. Kom zaterdag 29 april, de X-Generation. Het begint om 5:00, kom niet laat, want anders ga je veel missen. Heel veel. Nou, super, dankjewel. Ja. En nogmaals, ik wens jullie echt heel veel succes. Ja, dank je. En blijf altijd dansen. Ja. Altijd, ja. Oké. Okay. Nou, dan hebben we nog een gast te gaan, maar natuurlijk eerst een videoclip. En dat wordt waarschijnlijk Michael Jackson. Ja. We gaan eerst, voordat we naar de videoclip kijken, toch eerst even naar een promovideo kijken. Van deze X-Generation. En dan zie je ook wat je te wachten staat. Komende zaterdag vanaf 5:00 bij Stimula. Dan heb je kunnen kijken naar het promofilmpje van de X-Generation. Dat is komende zaterdag om 5:00 bij Stimula. Ga je lekker dansen en zingen. Onze laatste gast van de avond. Ja, nog meer dansen, maar dit keer dan wel met Nax. Hallo, Ashaber. Ik heb het goed gezegd. Ik heb heel geoefend voor die moeilijke naam. Welkom in de studio. Dankjewel. We kennen Nax. We kennen Nax Casico Loco. We kennen Nax Kawina.
Nax Wirutu. Kan je even vertellen wie dat precies zijn? Ja, het is Nax Wirutu. Nax Wirutu, dat is zo'n onderafdeling van Nax. En wij zijn dus bezig met zeg maar het onderzoeken van culturele dansstijlen. Oké. Okay. Culturele dansstijlen van één bepaalde groep? Of doen jullie dat ook met bij wijze van de Hindoestaanse traditionele, de Chinezen? En... Nee, we zijn dus meer gefocust op het Afro-Surinaamse gedeelte. Dus meer zeg maar het Winti-aspect, het Winti-geheel binnen de Afro-Surinaamse. Dus dat zijn we bezig te onderzoeken en we presenteren dat. En op bepaalde of ja, bijzondere wijze leggen we dat ook vast. Oké, okay, komende zaterdag is dat. Het is dan de Internationale Dag van de Dans. En daarom hebben jullie die dag uitgekozen. Dat vond ik heel erg mooi. Dansen, maar nog veel meer dan dat. Kun je even vertellen, als ik zaterdag naar Nax kom, of wordt gehouden gewoon bij het Nax Cultureel Centrum. Ja, klopt. Als ik zaterdag daar kom, wat kan ik allemaal verwachten? Oké, laat me even beginnen. Dus is in kader van de dag, Internationale Dansdag, dat we dus dit organiseren, een dansworkshop, Nax Wirutu dus. En het is dus de bedoeling voor deze dag, dat is uitgeroepen door een internationale organisatie, om mensen die dus normaliter niet bezig zijn met deze sport of kunst, dansen dus, mm-hmm. om ze bekendheid te geven met deze sport of dans. En wij dus als Nax Wirutu hebben gepland om dus deze activiteit te houden. Dat is een dansworkshop. En we gaan dus drie verschillende dans, zeg maar, stijlen aanleren aan de gemeenschap. Dus mensen die dus komen, dat wordt dus aangeleerd. De eerste die is dus die Frenti Bewegi. Daar zijn dus verschillende elementen van etnische groepen dat we bij elkaar hebben gebracht, samengevat. En daar hebben we dus een dans van gemaakt. Het tweede dat we dus ook gaan hebben op die dag, dat is Osewa, dat is dus een Afrikaanse dans met ook nog marron elementen dat erin voorkomt. En de laatste, dat is Confodansi, dat is onze Winti dans, maar we hebben twee eruit gehaald, dat is de Aisa en de Fodu. Dus drie verschillende dansstijlen, dat gaan we dus presenteren of zeg maar aanleren. Aanleren, ja. Het is een workshop. Het is dus een workshop. Vanaf hoe laat mag ik aanwezig zijn en mag ik ook alle drie dansen volgen, moet ik per se maar eentje? Gaan ze gelijktijdig? Hoe is dat? Nou, als u dus op die dag komt, stel dat u dus zou komen, wordt u dus goed ontvangen. We hebben dus eerst een presentatie. Het is belangrijk dat de mensen eerst weten wie wij als organisatie zijn, waarvoor we staan in de samenleving en wat het programma of hoe het programma voor de dag eruit ziet. Dus we hebben zo'n PowerPoint presentatie. En dan worden dus die dansen dus één voor één door bepaalde trainers verzorgd. Dus het begint 10:00 morgens tot 2:00 middags. Tot 2:00 middags. Ja. En is er ook een prijs aan verbonden? Moet ik wat betalen? Ja, er is een bijdrage aan verbonden. De mensen die dus zeggen van ik wil echt meedoen aan alles, de hele dag zelf, dat is 5 SRD per persoon. Okay. Maar zeg dat je zegt van ik wil gewoon op een afstand mag je gewoon een vrijwillige bijdrage leveren bij de poort. Ik wil ook nog erbij vermelden dat we dus het Rode Kruis daar hebben met het Sabi Yusrefi project. Daarbij gaan ze dus informatie verschaffen over een gezonde levensstijl, hoe dat op na te houden en andere zeg maar overdraagbare ziektes, hoe dat te voorkomen. Dus hun zijn er ook om een gezonde levensstijl te promoten. Oké, dat is aanstaande zaterdag bij het Natsgebouw. Dat is aan de Thomsonstraat nummer 8. Thomsonstraat, dat is achter de kazerne. Ja, is achter de kazerne. Ja, precies. Klopt. En daar vanaf 10:00 ochtends voor drie, ja, eigenlijk hele Surinaamse dansstijlen die je niet zo makkelijk tegenkomt. Ja, klopt, dus helemaal. Is het moeilijk om te leren? Moet ik een professioneel danser zijn om te komen om... We hebben dus daarmee met dat aspect hebben we dus rekening gehouden. Dus zeg maar, we houden met ieder rekening. Dus we gaan eigenlijk niet het te moeilijk maken. Dus de moeilijkheidsgraad van die dans gaan we niet echt promoten. Maar het gaat meer om met ieder. Aan ze trekken zo komen. Er zijn ook begeleiders, dus als iemand het niet snapt, hebben we ook begeleiders die snel dat soort mensen dus kunnen begeleiden. Begeleiden en helpen. En is er dan ook weer een optreden met alle mensen die hebben deelgenomen? Oh ja, we hebben dus aan het eind hebben we dus ook met de cursisten, maar ook de toeschouwer, de mensen die dus daaraan behoefte hebben, hebben we zo'n line dancing, waarbij je ieder, dus echt ieder die dus daar aanwezig is, mag meedoen. Nou, dat klinkt absoluut super. Komende zaterdag dus bij Nax Wirutu. Ik heb het nu goed gezegd.
Die gaan verschillende dansstijlen presenteren en ook nog workshops geven. Dus daar ben je zeker welkom. Ashaber, hartelijk bedankt dat je gekomen bent. Ik ben altijd een fan van dans. En dan is het weer het einde van deze editie van Switch. Je hebt het gehoord, het is een long weekend. Maar er is meer als genoeg te doen. Het allereerste, de Grid Gaming Contest. Dat is ook op zaterdag in het Lalarouk gebouw. En gezellige borrelavond, vrijdagavond bij Hosta Apartments. Casimex wordt 25 jaar, dus zij beginnen alvast met hun Biggie Yari Celebration. En heb je niet zoveel te doen in je vrije tijd, dan ga je zaterdagmiddag om 5 uur naar Stibula op Latour om te wijzen wat jouw dans- en zangtalenten zijn. Ook is het zaterdag dus de internationale dag van de dans. En dan om 10 uur 's ochtends bij NAX. Om de verschillende Surinaamse dansstijlen, Winti-stijlen, voordoe zei je ook, hè? Die ken ik wel. Die mag je dan gaan leren. Altijd goed om je eigen Surinaamse culturen en historie ook te kennen. Nou, dan is het. Dat heb je het programma gemist, dan kijk je zaterdag mee naar de herhaling. En als je niet tot dan kan wachten, dan kijk je gewoon op YouTube of op de Facebookpagina van Switch. Dat was het. Volgende week zit ik er weer met nog een presentatie van Switch. Ik ben Joe. Always with love. Ciao, ciao.